Ja, dat is hier weer iets nieuws dat ik gebouwd heb. Dat heb ik ook voor mijn laser. Je zal je nu zeker afvragen wat heeft dat te maken met mijn laser. De bedoeling van dat hier is voor plexiglas te plooien. Ja, dat noemen een linebender. Er staan er veel filmpjes van op YouTube. Ik heb dat zelf gemaakt. Eigenlijk heb je dat niks gekost. Die scharnieren aankleggen, dat hot aankleggen. Eigenlijk kan ik alles leggen. Ik heb niks moeten kopen, dus 0 euro. Voor dat hier te doen. En de bedoeling is dus voor plexi te plooien. Als je dat laat doen door mijn drift, kost dat beide weer geld. En ik heb toch nog plexi liggen. Dus ja, waarom kan ik het niet, zelf proberen? En dan heb ik een experimentje. Goed, hoe werkt dat? Dus we hebben hier twee platen met in de midden een kanaal. In dat kanaal gaat er een gloeidraad zitten. En die gloeidraad gaat dat plexiglas opwarmen. Als het warm genoeg is, wordt het zachter. Kun je het plooien en kun je dus aan de hand van die scharnieren kun je dat hier in een hoek van 90 graden zetten en toen laat je het afkoelen en toen heb je zo gezegd in een hoek van 90 graden geplooid in uw plexiglas. In dat kanaal dat is niet gewenot, want natuurlijk ja, er had dan een gloeidraad in zitten, dus dat gaat hem branden schieten. Dus wat ik er eigenlijk in stoel, dat is dat hier, dat is een onderdakplaten van Eternit. Geen asbest, dat is een nieuw product zonder asbest. En dat is volledig brandwerend. Ik heb dat getest en effectief, je kunt dat hier zelfs een beetje zien ook. Dat gaat wel een beetje barsten en dat gaat een beetje zwart worden. Maar dat gaat niet in effect schieten. En dat had allemaal moeten nemen, want anders gaan mijn planken binnenkort een keer in effect staan. Ja, ik heb mijn camera in een statief gezet, want ik ga alle twee mijn handen met heen. Goed, mijn platen liggen waar ze moeten liggen. En dan nog een keer aan. Voilà, like dat je ziet, is die een draad nu aan het gloeien. En geeft hij dus warmte aan mijn plaatje. Ik ga hem even laten doen. Voilà. Ik ga hem een keer even omdraaien. En door die plankjes kan ik hem dus iedere keer weer eens kunnen positioneren. Dan kan ik zien wat hij doet. Nog niet. En doe ik wel een klein beetje aan het smalen. Ik hoop dat dat geen probleem was. Oké, dan een keer draaien. Zo rap mogelijk. En dan een keer zien wat dat heeft. Ja. Even later. Ja, ik heb het even laten afkoelen en bijzien dat een succes is. Hier is het een klein beetje verbrand. Maar het is niet zo heel erg. We gaan dat wel nog proper krijgen. Aan de andere kant is het veel beter. Dat kwam omdat er hier een stek van die draad in die hout iets te wijzen zat. Maar de hoek is gewoon 90 graden, ondertussen naar mijn kat hier. En gewoon dan speed stond ik er zien of dat het op mijn machine dat dat erop past. Voor degene die een beetje meer van weten wat acties te gedaan heeft. De meeste van die dingen die je vindt op YouTube zijn ze met draad die strak gespannen is. Van ik is dat een spoelen. En daardoor is mijn draad veel langer. En ging het niet met DC spanningen. Dus ik heb hier een draad aangekoppeld met een klemmetje naar de ene kant. Loopt hij dan door. En dan gaat dat via die klemmen terug hieronder, via die draad terug naar de voedingen. Dus dat is 240 volt. Met gemeten dat de weerstand van die draad ongeveer 25 ohm is. Dus voor die dan de wet van ohm kennen, is dat ongeveer 10 ampère. Dat wil zeggen, als ik daar aankom, terwijl dat spel aan branden is, toen is het direct gedaan. He.
Ja, ik heb dat hier een keer opgeleid en dat ziet er goed uit. De bedoeling was dat er hier langs de vierste kant ongeveer 2 mm tussen zit. Voilà, en dat is eigenlijk redelijk juist. En toen over deze afstand is het ook eigenlijk perfect. Het was die afstand dat ik met die bumpstop zorgde dat dat ging uitkomen en de les is weer, dus dat is perfect. Ik ben ook tevreden over de radius. De noek heeft perfect 90 graden. Ik heb ook gecheckt. Dus dat is allemaal vrij goed. Het enige is dat deze afstand. Dus mijn plexiglas is nog een beetje te wegen in die richtingen. Waardoor dat ik hier van boven een beetje uitsteken. Ik heb dat eigenlijk ook een beetje zo voorzien in mijn ontwerp. Omdat ik niet goed wist in welke mate door te plooien dat dat stek ging verlengen of verkorten. Dus ik heb het espresso een beetje te lang gemaakt en nu kan ik dat gemakkelijk afsnijden. Ik ga dat met de CNC doen. Ik heb heel die platen trouwens met de CNC uitgefreesd voor een akker met plooide. Waarom? Ten eerste voor al die gatjes, hier voor de scharnieren, hier voor de pompen. Voor al die gatjes heb je de exacte locaties te krijgen. Hier ook gatjes voor de tandvat. En ook omdat ik een beetje mijn oom ben en mijn tafel zagen. En niet super scherp mee. En plexi is nogal breekbaar, zeker als je hebt doekjes. Dus moest ik dat met de tafel zou doen, ik kans dat er een stek afbreekt. En dat wil ik niet, ik wil dat goed is. Voor de rest, hier die overgang. Je ziet er eigenlijk vrij goed. Er zitten geen blazen in. Je is wel niet helemaal egaal. Dus als je erover wrijft, voel je wel dat er zo met je. Allee, waar dat in de draad zat, dus waar dat de meeste warmte zat, voel je toen plots dat het een beetje vervormd is. En toen is het weer. Je voelt die ribbeltjes wel een klein beetje. Maar op zich, je ziet het niet. Of toch, bijna niet. En ja, like dat ik zei, had voor niet. Maar je niet klaar. Nee. Goed, ik ga dat nu een klein beetje nog bijsnien. En ben ik vrij benieuwd voor hem er een keer op te steken. Met de pompjes en al, en dan zien we dat dat heeft. Dus op naar de volgende stap. Nou, mijn deksel ligt erop. Ik heb dat hier van onder nu nog wat bijgesneden. Nu past dat vreeskunde in het gat waar het moet in zitten. Ik heb de ding eraan, dus de karniertjes en dergelijke. Dus normaal gezien is dat nu allemaal goed. Hier aan mijn nukje, ga je zien dat dat hier nog een heel klein beetje uitsteekt. Dat zijn natuurlijk ook de bedoelingen, want er komt hier nog een behuizing rond. Die is 3 mm dik, dus toch had dat kunnen reizen met resten. Goed, ik ga een keer open doen. Mijn handvat hangt er ook al aan. Je ziet dat dat er redelijk vlot houdt, blijft openstaan. Dus dat is natuurlijk door middel van die pompjes dat ik hier hang. Ik heb er twee hangen. Hier langs de vierkante kanten. Ik heb iets willekeurigs gekocht. Het staat hier nu op 80 Newton. Ik heb er ook nog van 120, maar die van 80 zijn meer dan goed genoeg. Mag zelfs volgens mij nog een klein beetje minder zijn, maar goed, het zijn de die dat ik heb. Werkt wel, he. Dus ik ben daar content mee. Dus voilà, mijn deksel heb ook gereed. En nu nog de resten van de behuizing, he. Maar dat kan ik niet samen doen omdat dat redelijk grote platen zijn. Ga ik dat laten doen bij iemand dat kennen. Dus ja, joe.